Hallo, ik ben Walter Wilmink van Loonbedrijf De Weer. We staan hier bij een Pharmax zaaimachine. Deze machine hebben we in gebruik sinds vorig najaar. Waarom hebben we geïnvesteerd in deze machine? We hadden een aantal wensen waar de oude machine niet aan kon voldoen. Dat hebben we wel gevonden in deze machine. We waren op zoek naar een machine met een goede slagingskans van graszaad, met name in drogere perioden zoals in het voorjaar. Ook verzochten we een machine die een volveld zaaibeeld had. De wens was ook dat de aansluiting op de vorige werkgang er heel mooi uitzag. Ook het meeslepen van gewasresten was een punt wat we graag verbeterd wilden zien. Dit allemaal hebben we gevonden in deze machine, waar we tot nu toe heel tevreden over zijn. De machine bestaat uit een rode kopweg van Kvernland. Deze NGS-uitvoering is een zwaardere uitvoering. Het voordeel van deze machine is dat deze zwaar geconstrueerd is, zodat wanneer nodig de machine ook een beetje grond mee kan nemen om oneffenheden te egaliseren. Op de kopweg zit een egalisatiebalk met een radius. Deze radius heeft een voorverdichtend effect op de grond en maakt het mogelijk dat de machine compact kan worden gebouwd. Achter de egalisatiebalk zit een RVS-zaaibalk die zorgt voor een volveldsopkomst van het zaaizaad. Na het zaaien wordt het zaad aangewalst door de ringen. Het gehele gewicht van de machine rust op deze ringen. Daardoor ontstaat er een goed verdicht maaiveld en wordt het zaad aangedrukt tot in de vochtlijn, wat ten goede komt voor het resultaat. De laatste rol zorgt voor het verkruimelen van grovere kluitjes. Wij hebben de optie met kleine rolletjes erbij gekocht, omdat we bij het bochtenzaaien de aansluiting met de vorige werkgang egaal willen houden. Rijsnelheden van variëren tussen de 6 en 8 km per uur waar we met deze machine mee werken. En ik kom ongeveer neer bij kleine percelen van 1 hectare per uur tot grote percelen van 1,5 hectare per uur.